Vannacht zijn we samen, dat was Wim Leys. 18 jaar geleden kwam je hier naartoe met je man in België, Daria Safai. Goedemorgen nog eens. Het Iran van voor de evolutie in 1979 heb jij eigenlijk meegemaakt. Dat was in niets te vergelijken met wat daarna kwam, toen de sharia werd ingevoerd. Wat gebeurde er toen precies? Wat veranderde voor jou? Heel veel dingen. Ons leven is veranderd. Eigenlijk, als je gewoon die foto's van de jaren 70 opzoekt op internet, je gaat zien mooie meisjes, korte rokjes, studenten. Alle vrouwen met een sigaret heb ik ook al gezien. Zo heel mondijn. Heel mooie foto's. Ja. En dan stel maar voor, op een paar dagen tijd, na de revolutie in 79, alles was veranderd voor het leven van vrouwen in Iran. Met name op een paar korte dagen moesten ze allemaal bedekt zijn van hoofd tot teen met hoofddoek. Dat verplicht dat ging echt is. Op een paar dagen? Wel, de eerste manifestatie van de vrouwen na de revolutie een protest tegen de verplichte hoofddoek was 3 weken nadien. Dus om te zeggen dat dat zo snel gebeurde, dat met die revolutie van de Islamitische revolutie, die Ayatollah Khomeini eiste echt dat dat hoofddoek verplicht wordt. En dus kort nadien, duizenden vrouwen en mannen op straat eisten dat dat wel niet uitgevoerd wordt. Maar jammer genoeg, ja, islamisme, de politieke islam, was al aan de macht. En die hebben het wel een plicht gemaakt van, ja, vrouwen moeten zich bedekken. Wat gebeurde er als je dat niet deed? Dat is, als het in wet opgenomen werd, dan was dat gewoon strafbaar. Zoals wij het altijd meegemaakt hebben. De eerste keer dat ik met discriminatie geconfronteerd werd, dat was in 2 jaar na de revolutie, toen ik voor de eerste naar de school moest. Als een kind van 6 jaar was ik op die dag heel blij toen mijn moeder naar mij kwam en die gaf mij zo'n lange mantel, lelijk, donkerblauw, triestig en een broek eronder. En die voegde een laatste stuk toe en dat was een hoofddoek om je haren en je nek te bedekken, dat zelfs van voor dicht was, heel lelijk en triestig. En ik kijk naar haar en ik zei, ik heb zoveel andere mooie kleding, waarom moet ik dat dragen? En zij was triestig en ze zei, ik wil dat niet voor jou, maar als jij dat niet draagt, dan mag je niet naar school gaan. En ja, onderwijs is zo belangrijk dat je moet dat dragen, maar maak je geen zorgen. Straks ga je zien, al je vriendinnetjes zijn met hetzelfde uniform. Maar de pijnlijkste was het moment dat ik onze buurjongetje zag, die ook op hetzelfde eerste dag van de school, met hetzelfde kledij als de dag voordien, ging naar school en dan besefte ik, ah ja, dat is mijn leven die verandert, maar die van hem blijft hetzelfde. Ja, ja, bij de mannen veranderde in C niks. Wel, niks van uiterlijk, ook niks van vrijheid. En dat was heel onaangenaam. En om te zeggen, kijk, het is wel niet alleen jouw kledingscode die verandert. Ook jouw gedragscode als goed meisje moest aangepast worden. Je mocht er niet luid op lachen. Op de leeftijd van 11 jaar, 12 jaar mocht je niet meer fietsen. Vrouwen mogen niet fietsen. Maar wat gebeurde er daar als je het wel zou doen? Stel nu, van ik trek me daar niks van aan. Strafbaar in de wetgeving. En wij hebben het ook als vrouwen in Iran, we hebben het altijd geprobeerd een beetje lossere hoofddoek te dragen, aangezien dat wij er niks in geloofden. Maar ja, ik moet jou wel vertellen, ik werd op de leeftijd van 16, 17 ene keer met een kortere mantel met een broek eronder en een hoofddoek die ietske losser was. Mijn haren waren te zien. En op straat, de zedenpolitie of moraalpolitie zijn er altijd aan het waken op de manier waarop een vrouw zich kleedt. En daar was ik wel bijna opgepakt met een zedenpolitie. Het moment dat ik hem zag, hij heeft me ook gezien, hij heeft me opgepakt. Wachtend om naar die bus, minibusken. Wij waren met massaal met vrouwen moesten naar de gevangenis vertrekken. Serieus? Wachtend op die, naast die busken heeft hij ineens een andere vrouw gezien. Toen hij ging die vrouw oppakken, dan durfde ik gewoon weglopen en hij heeft me achtervolgd. En ik wist, als hij mij nu pakt, is gewoon zweepslagen, want dat deden ze ook om de les te lezen aan de mensen, dat mag je niet doen. Want als die kunnen de vrouwen in de hand nemen, dan kunnen ze eigenlijk beheersen alles wat die willen. En die maken de mensen bang. Dus de straf is gevangenisstraf, zweepslagen,
geldboete. Zelfs nog altijd vandaag de dag na 40 jaar, die pakken de vrouwen, die nemen die auto's van hun in beslag, als die gewoon een hoofddoek hebben die wat naar achter geschoven is. Hmm. Maar Daria, toen ben je kunnen weglopen, maar je bent als studenten wel gaan protesteren tegen de discriminatie van de vrouwen en dat heeft je echt in de problemen gebracht. Dan ben je wel in de gevangenis beland, toch? Ja, maar als vrouw, als jij een tweederangs burger bent, dat is zo sterk, je kunt niet dat aanvaarden. Je kunt dat niet accepteren. En dan, er is wel iets in jou die constant jou herinnert. Jij bent een mens. Jij bent een gelijkwaardige mens. En het is ooit anders geweest. Dat is ooit anders geweest. Jij had die vrijheden gekend. En het maakt niet uit de manier waarop dat je vernederd wordt. Elke dag, dan is dat zo zwaar dat je zegt... Ik heb liever dat ik gewoon voor mijn vrijheid en gelijkwaardigheid strijd en in gevangenis terechtkom, dan zwijgen. Ja, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Je bent eigenlijk vrijgelaten als lokmiddel, want je had toen een vriend, jouw man eigenlijk nu, die ook studentenleider was en leider in het protest. Ja. Jij was een lokmiddel om die vriend ook te kunnen pakken? Ja, het was wel... dat is een heel lange verhaal geweest, maar ik ga dat heel kort uitleggen. Toen wij dat was in 1999, de studentenmanifestatie. Ik was de laatste jaar tandheelkunde. Ik was er heel hard bij betrokken tegen al die discriminaties, al die onrechtvaardigheden dat de mensen moesten eronder gaan. En mijn man was ook heel actief. En in die protest, natuurlijk, na een paar dagen, honderdduizenden mensen waren op straat. En wij wilden dat niet meer dulden. En ja... opgepakt natuurlijk. Het was heel onaangenaam in de gevangenis. Je vrees voor je leven. En het was het geval dat mijn ouders wisten zelfs niet als ik nog leef of niet. En dat was zo zwaar, want ik vergeet nooit die laatste blik van mijn vader toen de geheime dienst is bij hem gekomen mij oppakken. Dat was alsof dat het laatste keer is dat hij mij ziet. En er zijn heel veel andere mensen op hetzelfde dag opgepakt, samen met mij, dat die ouders hebben hun nooit niet meer teruggezien. Dus je hebt eigenlijk... Ja. Echt geluk gehad door de oog van een naald gekropen, zeggen ze hier. Ja, zo is dat. Ondertussen zijn je man en jij hier 18 jaar in België. Je hebt samen met hem een tandartspraktijk en jij staat aan het begin van een politieke carrière bij de N-VA. Maar dadelijk meer daarover. I'm all right today. You don't find a way. And you're gonna get there. And I'm on fire today. Ain't no water in the calm or even put me off. I find a better way. Am I crazy or the wind is gonna blow me down? I'm gonna leave it all.
heerlijk. Ik hou zo van zijn stem. You Worry Me van Nathaniel Radcliffe en The Night Sweats. Daria Safai bij ons. Je bent Iraanse die 18 jaar al ondertussen in België woont. Daarnet vertelde je over je leven in Iran. Dat liep niet zo over rozen vanaf de revolutie. Hoe alles veranderde, die vrijheden die werden ingeperkt. Hoe je gevlucht bent naar België. Je bent uiteindelijk hier gekomen, maar hoe zijn jullie hier beland? Nadat ik in gevangenis was opgenomen en nadien, toen ik voorlopig vrij was, ben ik in contact gekomen met mijn echtgenoot, stiekem, want hij was ook onderdoken. En daar hebben wij beslist dat wij kunnen niet meer in ons vaderland verder leven. En ja, de weg naar buiten was heel moeilijk, maar uiteindelijk zijn wij in Turkije terechtgekomen in 1999. Maandenlang aan het wachten, totdat de geheime politie van Turkije heeft mijn man opgenomen in gevangenis. En daar zag ik dat dat te gevaarlijk verloop. Dat ging waarschijnlijk over een politieke omruiling. En dus ik heb van alle manieren dat ik dacht, ik kan mijn man helpen, heb ik geprobeerd om hem uit de gevangenis te redden. En een van die manieren was via een vriend van mijn man, ex-president van Iran, in contact te komen met het ministerie van Binnenlandse Zaken in België, waar mijn man al eerder studeerde. En heeft België voor ons twee doorreisdocumenten verstuurd naar Turkije. En die hebben geëist dat mijn man vrijgelaten wordt en dat wij terug naar België verstuurd worden. En ik vergeet dan nooit die dag dat de politie, de Turkse politieagent, moest mij die doorreisdocumenten geven. Die kijkt naar mij en die vroeg, ah, proficiat, jullie zijn wel eindelijk door een land geaccepteerd. En waar is dat? En ik zei, België. En die zei, oh ja, als je daar gaat, moet je absoluut het atomium gaan bezoeken. En ik zei, oh ja, oké, maar wat is het atomium? Ik wist er niks van. En hij begon dat te beschrijven. Met elke bewijking dat hij deed, het was alsof dat hij mijn vrijheidsstatuut aan het tekenen is. En nu zijn wij al 18 jaar in België, al 4 keer verhuisd. Maar elke keer wilde ik absoluut ergens rond het atomium blijven. Maar ja. Daria, eigenlijk heb je ook wel heel veel geluk gehad, hè, dat je op die manier in België terecht bent gekomen en dat je dan ook hier mocht blijven. Tuurlijk. Hoe is dat dan? Hoe ervaar je dan zo'n land als België? Ik heb mijn vrijheid hier gevonden. Ik heb heel veel dingen, de gelijkwaardigheid, die waarde van verlichting, wat wij eigenlijk ernaar snakten toen en wij het niet mochten hebben. Democratie. Dat zijn de dingen dat dan niet vanzelfsprekend zijn. De vrijheid is niet vanzelfsprekend. Elke keer dat ik gewoon met mijn losse haren loop in de wind van België, dan besef ik hoe vrij dat ik ben. Maar ik wil die vrijheid behouden en bewaken. En ik bekijk dat als mijn taak, aangezien dat ik alle rechten hier gekregen heb, alle kansen gekregen heb om mee te groeien, dan bekijk ik ook als mijn plicht om al die waarden te behouden en bewaken. En ik vind dat super, dat ik zo gelukkig met mijn familie hier mag leven. Ja, maar jij gaat daar wel ver in, want wat jij bijvoorbeeld ook doet, is in stadia gaan betogen eigenlijk tegen het stadionverbod voor vrouwen in Iran. Dan denk ik van, wat doe jij in die stadia? Weet je, ene keer dat je gewoon vernederd bent, onderdrukt bent, gediscrimineerd bent als vrouw, alleen en alleen omdat je zo geboren bent, dan weet je, elke recht dat je verloren hebt, is een recht om terug te nemen, terug te eisen. Ja, en vrouwen, islamitische vrouwen, mogen niet naar een voetbalwedstrijd of naar... Het probleem is dat zelfs heel veel moslimlanden doen dat, want het stadion is gewoon ergens dat de mensen gaan feesten voor een sport. Maar in de Islamitische Republiek van Iran, de vrouwen zijn uitgesloten in het stadion. Die krijgen geen toegang. En dat is de enigste land die dat doet. En dan natuurlijk, als je bekijkt dat een stadion is een kleine maatschappij, als de vrouwen daar buitengesloten worden, dan weet je dat die in de hele samenleving buitengesloten worden. Dan bekijk ik dat als een symbool van discriminatie. Okay. En dan gebruik ik die boodschap om de wereld te vertellen, kijk, de Iraanse vrouwen worden gediscrimineerd, die mogen zelfs niet die feest meemaken, alleen en alleen omdat die vrouwen zijn. En ik vind dat de stoelen in de stadion zijn meer dan een zitplaats. Dat zijn meer dan een zetel. Die betekenen een recht van een vrouw die ontnomen is geworden. En dus ik zou proberen de stem zijn van zoveel vrouwen in Iran die opkomen tegen die discriminatie en die zelfs zich verkleden als een man
om een wedstrijd te kunnen in de stadion gaan bekijken en toch riskeren gearresteerd te worden. Hmm. En vind je dat de moslimvrouwen hier in België, dat die ook gediscrimineerd worden? Al jaren werk ik met verschillende mensen. Mijn patiënten zijn van alle oorsprongen en gemeenschappen. En ik zie dat duidelijk. Er zijn zoveel vrouwen die uitgesloten worden uit de gemeenschap. Die moeten gewoon... Het probleem is dat ik zie ook heel veel gevallen van de meisjes die mij komen vertellen. Als die de hoofddoek proberen uit te doen, mm-hmm, dan worden ze verstoten van de familie en de gemeenschap. Ook veel kleine kinderen van 6 jaar, 7 jaar, die van hoofd tot teen bedekt worden, toch, dat laat me denken aan mijn kinderleeftijd. Een kind wil vrolijk zijn, die heeft nog nooit een keuze gehad. En natuurlijk, om te werken, hebben ze ook heel veel moeilijkheden van de familie, broer en neef, die dat niet willen, dat die meisjes buiten werken. En dat zijn de dingen dat ik in contact met die mensen heb ontdekt en ook in onze scholen heb gezien, dat die vrouwen worden geëist om een soort van goede moslima's te worden. En een goede moslima die in gemeenschap gerespecteerd, geaccepteerd wordt, dan moet die zich bedekken. Anders krijgt hij niet hetzelfde respect. En natuurlijk, daar sociale druk speelt een heel belangrijke rol. En wat het ook heel belangrijk is, is om te weten dat als je gelooft dat je godsdienst, dat je God heeft dat gevraagd van u, dan moet je je aanpassen. En daar zijn er veel vrouwen die gewoon ingetrapt worden, zonder dat die dat beseffen, dat die zich discrimineren. Van uiteindelijk, wat is een hoofddoek? Dat is de symbool van al die discriminaties. Mm-hmm. Nu, we hebben het eens gevraagd aan andere moslima's. Iemand die ook lesgeeft aan de islam. En het is Naima Lafrashiri. Zij is jonge moslima, Belg, en leermeester in islamitische godsdienst. We hebben eens gevraagd aan haar wat zij daar nu precies van vindt. Hè? Als je zegt van de rechten van de vrouw, zij mag doen en laten wat ze wil met haar lichaam en met haar geest, vrij denken, dan is dat voor mij ook dat zij mag kiezen, dat zij moet kunnen kiezen om een hoofddoek te dragen en uiteraard ook voor degene die kiezen om het niet te dragen, ook die vrijheid kunnen hebben, zonder daar een of andere oordeel over te hebben. Als men in West-Europa, maar ook in andere landen, beweert dat democratische principes belangrijk zijn, vrijheid van denken, vrijheid van godsdienst, vrijheid van levensbeschouwing, vrijheid van meningsuiting belangrijk is, dan is dat natuurlijk geldig in elke richting en voor iedereen. Ja, het is nog heel erg zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende bevolkingsgroepen hier in Vlaanderen en in België. Maar ga je dat oplossen door bijvoorbeeld een hoofddoekenverbod? Zeker, de bedoeling is niet een verbod op te brengen. Want mm-hmm, een verbod kan geen oplossing zijn. Je moet cultureel werken. Je moet die maatschappelijke debat levend houden. Je moet wel de filosofie achter de hoofddoek spreekbaar maken en geen taboe van maken. De moment dat je durft over de filosofie achter een hoofddoek spreken, die geen enkele vrijheid voor een vrouw erkent, dan ga je niet meer over de vrije keuze spreken, maar een iets dat opgelegd wordt door godsdienst, door gemeenschap, door sociale druk, door respect dat die mensen krijgen. En ook vaak, je ziet ook van kind af, die leren het gewoon geïndoctrineerd worden om dat te accepteren. En dan ga je wel gewoon, wat je doet, is dat maatschappelijke debat laten levend blijven. En niet uit angst van polarisatie. Je moet dat niet verzwijgen. Dat is de enige manier wat wij kunnen in onze samenleving nog altijd bij elkaar blijven. Want de bedoeling is niet dat wij in eilandjes naast elkaar leven. Dat wij zeggen, ja, laat iedereen doen wat het in geloof of cultuur gezegd wordt. Ook al is dat discriminerend voor vrouwen. Want ik vind dat een zonde voor die meisjes. Dat is een zonde, die zijn de slachtoffer. En wij zijn in een vrije land. Maar wij moeten niet denken, aangezien dat onze wet erkent gelijkheid van mannen en vrouwen, dat iedere vrouw geniet van die gelijkwaardigheid. Die durven zelfs soms niet zich beroepen op wetgeving. Want dat is zo moeilijk. Mm-hmm. En daarop, als wij cultureel in onderwijs, in samenleving werken, er is geen behoefte aan verbod, maar wel een cultureel samenleving die gaat gewoon in elkaar opgebouwd worden. Ja, er is nog een lange weg te gaan, denk ik zo. Daria Safai, heel hartelijk bedankt voor jouw komst. Met plezier.